Ze kwam ter wereld in het Drentse Warnveld. Groeide op in het Groninger land. Ze stevende af op een toekomst als topturnster. Ze won de ene prijs na de andere. Maar ze hield het op haar 16e voor gezien. Ging Nederlands studeren in Groningen. Ging later naar het conservatorium en de Academie voor de Kleinkunst en koos voor het theater. Ze beleefde haar grote doorbraak met het spektakel Cirque Stiletto, waar ze al haar talenten kon etaleren. Ze kreeg Parijs aan haar voeten. Tijdens onze show in het Mogador, het Parijse theater Carré, was ze de grote ster. Dankzij haar performance en haar perfecte Frans werd haar hier een grote toekomst voorspeld. Maar ze moest dan wel een paar maanden naar Parijs komen en dat zat niet in haar planning. Ze verraste en ontroerde met haar rol van Maria in The Passion. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven met jou. En dus wordt dit de zondagochtend van Ellen ten Damme. Amsterdam ontwaakt. Langzaam, als altijd op de zondagochtend. En in Huizen ten Damme, beter gezegd op Woonboot ten Damme, duurt het ook even voor de hoofdbewoner bij de les is. Als ik het heel koud heb, dan doe ik dit ding aan. Die heb ik van Sinterklaas gekregen. Het is best wel ideaal. Uitslapen kan. Net als trouwens op andere dagen. Net zolang tot ik word wakker gebeld of iets moet. En ja, misschien word ik dan wakker rond een uur of 11:30 of zo. En dan ga ik het liefst uit eten ergens, omdat het zondag is. Ga ik gezellig in de buurt ergens ontbijten of zo. Maar op deze zondag niet, want camera in the house. Dus in de make-up. Het zou ook een keer verboden moeten worden of zo. Make-up, weg ermee. Als het stormt merk je het ook een beetje. Het is gewoon een beetje buiten wonen in de stad. Zo voelt het. Ja, dat is wel heel leuk. Op het programma geen pittige workout, maar een rondje hula hoop. Voor mij maken de dagen ook niet uit. Als iemand zegt prettig weekend, denk ik van weekend. Dat betekent voor mij dat ik altijd aan het werk ben. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag matinee of zo is voor mij helemaal geen vrij. Maar hoe zag de zondagochtend er vroeger uit? Vroeger stond het hele weekend in het teken van sport. Iedereen deed voetbal of ik deed ook aan turnen.
Maar voetbal, dat was voetbal kijken, voetbal trainen, voetbaltraining geven. Mijn vader dan en mijn broer. En ik deed zelf trouwens ook graag mee. Mijn moeder zei altijd, trouw nooit met iemand die van voetbal houdt. Want dan ben je elk weekend de klos. En dat heb ik altijd onthouden. Nou, het is me gelukt. Ik heb iemand die helemaal niet van voetbal houdt. De Van Dammers staan door vele generaties heen bekend als een hechte familie uit het Hoge Noorden. In café Ten Damme aan de Misterweg klinkt de tuba van oom Hendrik. Oom Gerard is onderweg. Oom Bette staat te blazen. Johanna spoelt de glazen. Zo ging dat aan de Misterweg. Toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam als kind, of was ik 15 of zo. Nee, nog kleiner. We gingen met het vliegtuig. Als uitje, omdat ik dat wou. Ik dacht, ik wou een keer in een vliegtuig. Gingen van Eelde naar Amsterdam. Toen ik daar hier kwam, dacht ik, waarom ben ik hier niet opgegroeid? Hier is veel meer aan de hand, weet je wel. Veel meer te zien. Maar ik denk dat het juist goed is dat ik beide werelden ken nu. Want als je in een grote stad geboren bent, ga je waarschijnlijk minder snel eruit. Eerst een borrel derby en dan op de fiets. Maandagavond naar de Harmonie. Een paar weken per jaar beleeft Ellen hele andere zondagochtenden in de Franse Dordogne. Quand on partait de Montmartin, quand on partait sur le chemin, à bicyclette. Daar heeft ze op een groot terrein rond een aantal oude gebouwen een heel eigen wereld gecreëerd. Sébastien, et puis Paulette. Een wereld met ruimte om te zwemmen. En met ruimte voor zondagse, maar ook vast wel door de weekse acrobatiek. En ze doet er haar boerenplicht. Nou, het liefst zit ik elke dag op de trekker, maar het is maar één keer in de zoveel tijd nodig. Maar je kan er ook leuk een rondje op rijden en dan naar langs de fruitbomen en af en toe wat plukken. Ik heb één keer een week daar gewoond dat ik alleen maar leefde van wat ik kon plukken. Dat is wel heel leuk. Denkend aan haar overleden vader komen haar gedachten ook automatisch uit bij haar 6 jaar jongere bijzondere zus. Mijn zusje is licht gehandicapt, dus je zag het vroeger niet aan de buitenkant eigenlijk. Ja, er gebeurden altijd rare dingen. Of als je boodschappen deed en zij zat in zo'n karretje achterop, dan pakte zij stiekem van alles uit die schappen en had het ook meteen op. En zo heel snel, dat ze af en toe stiekte in drop of zo. Dat je dan achterom keek, helemaal die blauw aangelopen. Op kop houden, schudden, dat moest ze ook af en toe doen. Het is altijd avonturen. Of op zondagochtend, als je dan beneden kwam in de keuken, dan zag je allemaal van die handjes in zo'n botervloot. Zodat de halve boter weg is. Ja, het was altijd wel grappig, maar ook een hoop gedoe. Of ze had je proefwerk op, of ze had alles op. Papier. Allemaal rare dingen. Mijn huiswerk had zij op. Mijn zusje heet Judith. Ja. Ja. Ja, die heeft het prima voor elkaar hoor, nu. Barok is rock and roll. In die coronatijd had ik pianoles genomen. Ik zat een beetje in de klassieke hoek. Ook in Frankrijk zat ik met een open haard en een beetje heel middeleeuwsig te doen. Ik luisterde alleen maar naar barokmuziek en
bij kaarslicht. En ik kwam helemaal in ouderwetse sferen. En ik moest een titel doorgeven voor een nieuwe show. Ik dacht, oké, barok. Maar dan met CK, want dan zit het woord rock erin. En dan kan je nog denken, dat wordt ook heel wild. La bohème, ça voulait dire du génie. Live and let die. Het is ook een hele sexy show en ja, er gebeurt van alles. Een beetje Madonna-achtige show met toestanden, met show-elementen. Tijd voor wat literaire inspiratie. Waar Ellen woont, valt de Biep kennelijk onder buurtzorg. De openbare boekenkast bevindt zich aan het einde van haar straat. Nou, ik kan altijd iets te lezen vinden in de buurt. Dat is handig. Ik hou heel erg van lezen, maar ik heb nu besloten dat ik niet meer elk nieuw boek wat mij wordt opgestuurd of wat uitkomt ga lezen, omdat ik denk van ja, ik lees liever de meeste werken aller tijden gewoon. Dat je die allemaal gaat lezen, uit de Russische, Franse, alle literatuur, dat je daar de meeste werken van uitzoekt. Ik word helemaal gek van het idee van wat ik allemaal nog wil lezen. Ja, dat oneindig. Zondagskind, ja. Dankzij zus Judith nog extra in het besef van hoe bevoorrecht ze is. Ja, als ik nadenk over mijn zusje, dan heeft ze eigenlijk het tegenovergestelde soort leven van wat ik heb. Omdat bij haar is alles van uur tot uur vastgelegd. Heel, op maandag gaat ze naar de werk en dan daarna doet ze deze boodschappen, ook heel precies. Op dinsdag doe je de was, op woensdag wordt er schoongemaakt tussen zo en zo laat. Dus ze heeft ook geleerd, als je op bezoek komt, dan krijg je thee met een koekje. En als ik dan op een ander tijdstip kom, wat haar niet uit, want zij heeft geleerd, dan doe ik de was. Dan is ze in de war. Moet ik nou de was doen of moet ik nou een thee met koekje serveren? Want ze is niet heel flexibel, weet je, in denken. Dus dat is geen pijl op te trekken. Barok, Franse chansons. De tune van een James Bond movie. Ellen is van alle categorieën.